Goedemorgen, het is donderdag. Die Spiderman. Deze jongen is Spiderman. Iron Man. Spiderman is eventjes. En die gaat vandaag trakteren bij het kinderdagverblijf. En ik heb deze Ninja Go bekers gemaakt. En daar doe ik fruit in. Ik heb losse fruitsalade bij me. Dus die heb ik onder in de wagen gedaan. Bekers, fruit, bijna jarige Job. Nou, daar gaan we. We zijn alweer heel wat uurtjes verder. Ik dacht, we hebben net de kamer versierd. Ik dacht, laat het alvast even zien. Deze, morgen ziet u beter met licht, maar ik vond deze slinger wel gezellig van de hemel. En dan daar slingers. Ja, achter die doos staan de cadeautjes, want anders ziet hij niet meteen. Hier zijn muts die je bij het kinderdagverblijf op had. Versierde stoel. En nog een slingertje beter zo. Nog meer slingers. Nou, een groot feest. Zo gaan we naar zijn slaapkamer. Dit is een bananenbootje. Ja! Denk je dat er Captain America in zit? Nou, ik weet het niet. We gaan eens kijken. Wie zit daarin? Captain America. Ja. Helemaal een politieman. Dat is ook zo mooi. Dit heb ik dus niet ingepakt, want het is een beetje groot. Maar dit heb ik dus van Figaro gekregen. Figaro. Nou, watch this. Alleen ingepakt, dus dan moet je ogen dicht houden. Ogen dicht? Ogen dicht houden, hè. Dicht houden. Tot ik zeg ja. Ja, maskers. Van wie? Van alleen. Ja, maar wie zijn het? Captain America, Spider-Man en Iron Man. Wow. Hier. Maar kijk eens op de achterkant, Niels. Mooi. Het zijn niet alleen maskers, het zijn hele pakken. Met een. Leuk, het is heel leuk. Ja, vind je hem leuk? Welke wil je? Captain America of Iron Man? Captain America. En deze. En dan wil ik deze. Kan allemaal. Ouch. Oh, tjokka. Die is cool, hè? De kwaad. Ga staan. Wow. Hij kan dak zijn. Jij bent Chewbacca. Ben ik Chewbacca? Hé, krakkak, zo'n boy. Wil je hem laten zien? Hij is super cool, Niels. Spiegel ja, laat maar even in de badkamer. Doe maar even je masker. En dan ja. Wil ik dat. Ja, maar doe eerst maar even die op. Ga even in de spiegel kijken. Fuck you. How you do. Volgens mij is hij blij met zijn cadeaus. Wil je nu Captain America? Ja. Helemaal aan de achterkant. Ik weet niet wie... De Handmaid's Tale heeft gekeken, maar ze ziet er nu uit als een van die meisjes van de achterkant, maar van de voorkant. Zo is goed, als je je schild goed kijkt. We hebben er ook een schild bij gekregen. Wow. Nee, ik wil. Zo. Goed zo. Tak, wil je nog even in de spiegel kijken? Nee, dat is goed. Ja. Deze kan niet op je rug, deze is van je arm. Ja. Ja? Nou zit hij in zijn Captain America pak. Met de brandweer. Nog even Niels heeft dus deze maat small, voor 3 tot 4 jaar. En het zit echt perfect bij hem. Niels is iets groter dan gemiddeld voor zijn leeftijd. Maar het is hartstikke stretchy, dus ik denk dat je echt er vrij lang mee kan doen.
zei al tegen Sven, we krijgen waarschijnlijk na de zijn verjaardag in Sinterklaas een zeer verwend kind. Maar we vinden wel dat hij zeg maar twee volwaardige verjaardagen moet hebben. Dus ja, dan krijg je dat. Of twee volwaardige verjaardagen of volwaardige Sinterklaas. Maar we hebben voor volgend jaar wel wat ideeën, want ik had met een collegaatje geluncht en haar dochtertje is 8 december jarig, dus ook vlakbij de hele feestvreugde. En die had nog wat tips, bijvoorbeeld een cadeaubon van de Intertoys, zodat op een later moment, of zo, sorry, zodat ze dat later nog een keer iets kon uitzoeken, gewoon in de zomer. Dat vond ik een heel goed idee. En ze hebben zelf niet zozeer allemaal cadeaus gegeven, maar een uitje naar de Efteling. Zodat je iets ging doen op de verjaardag in plaats van cadeaus. Dus dat vond ik wel goede tips. Om te voorkomen dat je zeg maar een kind krijgt wat niet blij is met bepaalde dingen. Daar zijn we ook een beetje bang voor met zijn verjaardag. Dat als hij iets kleins krijgt, dat hij meestal niet. Ja, weet je, het is. Het is wat het is. En het is blijft een jongetje wat net 3 is geworden. Dus die heeft daar nog niet echt een subtiel filtertje op zitten. Maar als hij ergens blij mee is, is hij er ook echt heel blij mee. Ooit. Gooi maar met de dobbels, hè. Moet je zo doen, zo. Hop. Oh, en nee. Nou jij. Nou, gooi maar. Nou, daar gooi je. Op het, hier, doe een stukje zo, maar komt er wel bij. Oranje. Moet je met jou, welke was jouw eindje? Nee, voor de blauwe. Nee, dat kan niet. Wat je gooit, gooien. Ja, en dan gaan we naar... Straks komt er wel weer een blauwe. Dit was jij, ga je naar oranje. Dan mag nu oma gooien. 1, 2, hartsflats. Oma gooit wit, die mag nou, een kaartje pakken. Oh, dan mag ik zo'n kaartje pakken. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nee. Pieter zit er toch... Waar niet in een rooiboom? Nee, toch? Nee, dit wordt een grote boom. Ja. Een hele grote boom. Ja. Nou, Niels vindt ze, is het zo leuk dat hij ermee naar buiten wil. Normaal niet van mij mag, maar vandaag voor 1 keer. Nou, boodschappen gedaan. Heel gezond lunch heeft hij. Maar goed, het is een verjaardag. Hè? We gaan helemaal los. Ja, je moet het zelf uitzoeken, hè? Ja. Ja. Dan gaan we weer de andere kant op. En dan ga ik weer een rondje pakken. Ja. En de andere. Weet je hoe dat... Ik zit al even op de bank. Ik ben net even geluncht. Niels zegt nu... Heb ik net in bed gelegd. Pam is even met Elin een ommetje maken. En zo meteen, als Niels geslapen heeft, komt mijn vader ook. Die neemt een cadeautje mee. Voor mijn ouders, zodat... Bij de verjaardagen dit weekend, dat we dan niet alle cadeaus krijgen. Dus dat het nu gewoon een beetje verspreid. Dus vanmorgen heeft ons gekregen. Hij is er de hele tijd mee aan het spelen. Hij wil constant zijn twee pakken aan, of de een of de ander. En dan zit hij weer met zijn brandweer. We hebben net een brandweerkazerne gebouwd. Met mijn beste poging om daar iets van te maken, natuurlijk. En hij speelt veel met Captain America. We hebben net ook die spellen gespeeld, die 6 spellendoos. Dus alles wordt gebruikt. Ik ben even lekker met hem naar de winkel geweest, al gewoon even om een frisse neus te halen. Hij wil natuurlijk eigenlijk niet echt bij zijn speelgoed, maar ik dacht, ja, dat is wel even belangrijk om er even uit te gaan. Dus ja, dan gaan we even naar de supermarkt, zoeken we een lekker lunch uit voor vandaag en dan nog een toetje voor vanavond. We gaan een soort vegan brownies maken. Een soort van die brownie cups. Dingetjes, goed verhaal dit. En mijn valken, het is nu zeg maar, gisteren was de schoonmaakster hier, was het helemaal spik en span. En nu is het een grote bende. En mijn valken is dat ik dan altijd eerst ga opruimen en tegen de tijd dat ik klaar ben en wil gaan zitten, wordt een van de kinderen wakker. Dus ik ga nu gewoon even nu zitten, half uurtje, en dan ga ik daarna aan de slag. Beter, hè? Wat is dat nou? Heb je dat van opa en oma gekregen? Wat is dat? Wat is dat? Nou, we gaan het eens even openmaken. Zie je wat het is? Ja. Wat is het dan? Een piratenschip. Een piratenschip? Ja, wil je dat wel hebben? Ja. Wat zeg je dan?
Alsjeblieft. Nou, dit is hem dus. Die kan er ook gewoon op. Ja, natuurlijk. Het is dus van de Lidl. Dat is echt wel een hele goede tip, denk ik. Hij rijdt ook, of niet? Zie je hem hier, hè? Oh ja, ik zie hem. Ja. Nou, inmiddels is opa ook gearriveerd. Voorzichtig met mij, hè? Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Twee violen, een trommel en een fluit. Want Niels die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, 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 en we zijn zo blij. Want Niels die is jarig en dat vieren wij. We hebben een soort gezond chocoladetoetje. We hopen dat het ook nog lekker is. Is het lekker? Ja? Nou, we zijn al heel wat uurtjes verder. En volgens mij heeft Niels een hele leuke verjaardag gehad. Hij is de hele dag echt super lief geweest en heel enthousiast over zijn cadeaus. Hij heeft echt heerlijk gespeeld, dus volgens mij helemaal top. Nou, morgen en overmorgen is het ook nog feest, dus ik weet niet hoe hij er aan toe is, maar voor nu helemaal goed. Hij is een beetje huilerig vanavond, maar gaan we zo lekker voeden en dan naar bed. Ze was net wakker, dus dan dacht ik, nou dan ga ik al voeden, maar nu ligt ze weer te slapen, dus we zien het wel even. Goedemorgen, sorry voor dit gezicht. Ik heb hier ook een muggenbult. Oké, top. We hadden een soort van panisch aan het rondkijken. Waar is dat ding? Zoals je ziet is Niels alweer Iron Man. En we hebben net hier gezellig gespeeld met de piratenboot. Dus volgens mij is hij nog blij met al zijn cadeaus. Vandaag wordt de belangrijkste uitdaging om op tijd in bed te krijgen voor zijn middagslaapje. Of iemand hier komt al bezoeken. Normaal ligt hij dan nog te slapen. Maar ik dacht, ja, je kan met andere mensen ook niet aan een onpassen. Met kinderen, zeg maar, onpas laten komen. Wat zoek je, Jochie? Dit nog straks even doen. Ja, we gaan straks nog even je tanden poetsen. Met je nieuwe tandenborstel. Laat me even uit zijn, Jochie. Goed zo. Ik ga zo sporten. En Sven en Niels gaan straks even de taart ophalen. En het huis ook aanmaken en dan kan de feestvreugde beginnen. Het leenband van dat schild gaat steeds stuk tot frustratie van alle partijen. Hoe gaat ik dat nou weer repareren? Iedere keer doe ik het wel repareren, maar gaat het toch weer stuk. Het is nu 1 uur. Over 2 uurtjes begint Niels zijn feest. Dus die ligt even op bed, zodat hij fris en fruitig aan de feestvreugde kan beginnen. En ik ben even een beetje aan het opruimen, gaan zo nog even lunchen. De taartschat zal hem even laten zien. Kijk eens. Paw Patrol taart. Dus die heb ik gemaakt. Het is een chocoladetaart. Voorheen had ik altijd een foto van hem erop, maar dit leek me nu wel cool. Morgen heeft hij een andere. Papa, papa. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria. Dit is een walkie-talkie gekregen, dat is zoals me. Ja, je mag stof eens aan, zal ik even pakken. Nu is er stof aan. Goed, wat ik al wilde zeggen, ik heb een walkie-talkie gekregen. En zoals mijn zwager zei, de etendiscipline is laag. Ik moest zeggen, en ja, het is heel gezellig. Een beetje chaotisch, Niels trekt zich een beetje terug nu, heb ik het idee. Het is ook wel heel veel. Eden ligt er achter slapen. Wonder. Maar de taart was een succes. Ja, mooi, helemaal blauw. Ja, echt mooi. Heel stoer hoor. Nou. Zo, het huis is weer leeg. Oeh, chaos. Maar het was heel gezellig. Ik ben nu even een beetje aan het afwassen en opruimen. En ze zijn even naar buiten, even een beetje cool off. Want het was natuurlijk allemaal licht hysterisch. En morgen wordt nog met mijn kant van de familie. Ik word helemaal gestoord van mijn camera. Er is iets mis met de autofocus, waardoor die steeds blurry wordt. Dus sorry daarvoor. Goed, ik ga eventjes verder. Maar het was echt heel gezellig. Dus dat is fijn. En Niels vond het gelukkig ook leuk. Nou, deze kleine teddybeer. En ik ga eventjes naar de stad. Even taart halen voor vandaag. En het regent pijpenstelen, dus dat is top. Dus ik heb even iets anders aan gedaan. Doe ik mijn regio's overheen. Dan kleed ik me straks gewoon om. En Niels en Sven zijn bij Sinterklaas van Sven's werk. En
Ik heb begrepen dat Niels alle pepernoten opeet. Hij is echt een soort stofzuiger. Zij ik heb alles geprobeerd om hem tegen te houden. Maar zelfs het dreigement dat er dan straks geen taart meer, niet meer is, zeg maar. Nou, dat kon me allemaal niet tegenhouden. De drang naar de pepernoten is te groot, maar dat wordt dus wat. Vorig jaar, toen waren er nog geen pepernoten overigens, maar toen heeft hij ze ook een keer overgegeven op zijn verjaardag. Dus nou, het wordt wat. We gaan het meemaken. Goed, voor nu gaan tante Webby en ik eventjes taart halen. Hop! Toch nog even een stukje met de bus, want het regent erg. En dit is een Marvel taart. Hoe cool is die? Nieuwe lading taarten. Check. Hoppa. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, gloria, hyperbim, hoera, hyperbim. Facework is compleet. Hij is klaar. Ik kan spelen met zijn nieuwe cadeaus. Nou, dan komt het nieuws. Nu gaan we dit trein maken. Heel een kijkje. Dat was echt super gezellig. Heel druk, maar wel heel gezellig. Nu het opruimen. Ik ben even nog soep aan het maken, want dat hadden we eigenlijk al vanavond bedacht. Ik zal even laten zien wat het uiteindelijk is geworden. Sven eet erwtensoep. Dan kom ik je tomatensoep. Niels heeft wat tomatensoep en dan nog wat broodjes, grootste broodjes. En ik heb nog dit. Dus nou ja. Ik heb in ieder geval nog iets van groente binnen. Niels heeft net ook wortels gegeten. Dus zo probeer ik nog iets verantwoords te doen. Nou, dat is de dag vol. Taart en festival. Het was echt heel gezellig. Het was al druk met al die kinderen en zo. Het was echt heel leuk. Dus heel blij, heel moe. Niels wilde niet naar buiten. Ik wilde nog even naar buiten, maar hij wilde het niet. Hij wilde natuurlijk met al die nieuwe dingen spelen, dat snap ik. Dus ze zijn nu heerlijk een trein aan het bouwen en dat is ook helemaal goed. Dus tijd voor eten. Inclusief speelgoed. Ik heb trouwens van de oom een hele zak met testertjes gekregen die nog had liggen. Super relaxed. Ga ik straks even rustig op pakket als mijn make-up eraf gaat naar mijn rode gezicht. Ik had het even nodig. Niels en Sven zijn even de trein aan het bouwen. Ik heb net één op bed gelegd. Even opruimen. Nou, we zijn al heel wat eventjes verder. Dat was me wat. Nee, dat was hartstikke leuk. En nou, Niels heeft zich echt daarna nog kostelijk vermaakt met zijn cadeautjes en... Ja, ik had ook een filmpje gestuurd naar, ze hadden, met een groep hadden ze dus die trein gegeven. En hij zat daarmee te spelen en op een gegeven moment was hij heel geconcentreerd bezig. Dus, toen deed hij op een gegeven moment zo, zo blij was hij ermee. En toen pas zag hij dat ik was, sorry, cheese mama, cheese. Oh, ja, goed. Nee, dus helemaal leuk. Nu, nu zijn we kapot. Tour weekend. Nee, het is iets meer dan ik kon handelen, maar goed. Alles voor de kleine man, hè. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden zien. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog.